Mara gaat evolueren! Yes, super vet, super vet. Ik ben heel benieuwd wat Mara gaat worden, jongens. Oh, zo, huh? Die is echt heel anders in één keer. Marasuma is dit nu. Yo, Nintendo fans. We zijn op weg naar een Tyrant. Een vuur-Tyrant. Dus ik ben even doorgetraind. En onze Vinok gaat dan naar level 19. En Hinazaru gaat naar level 15. En die leert gelijk een nieuwe skill. Dus dat is lekker. En ja, onze Pikipek lookalike gaat ook gewoon gelijk evolueren, jongens. Ik vind het altijd wel lachen. Want ik heb totaal geen idee waarin ze evolueren. Oké, deze is op zich wel cool. Nakazuru. Ja hoor, Nakazuru, daar is die. Ik vind hem wel vet. Ik denk dat we die wel kunnen gebruiken. En we gaan maar eens kijken of we dit aan kunnen, jongens. We gaan naar de brug, we gaan naar beneden. Er is helemaal geen brug, het is een trap. Brugtrap, allemaal hetzelfde, joh. En wat staat hier te gebeuren? Dit is Finn. En die zegt, oké, onze missie is makkelijk en simpel. Ga naar beneden in Ignitia. Dat is waar we nu zijn. Gooi de poorten kapot en versla die Tyrant, Mulsimer. En Ross die zegt, ik vind deze guy wel tof. Maar, dit zijn dus allemaal rookies? Zijn we allemaal rookie trainers? Zijn we allemaal nog newbies? Inderdaad, deze chick zegt ook, moeten we niet wachten op een Grandmaster of iets, of wat? Oké, Finn is een gold tamer. Dus Finn, met het rode haar, die vindt zichzelf supergoed. En hij zegt, er gaat niks mis, het komt helemaal goed. Coco, die zegt, ja, dit gaat sowieso helemaal mis. Nou, laten we gaan, we moeten een Tyrant gaan jagen. Oké, Finn. Oké. Ja, dit gaat sowieso mis, jongen. Ik hoop dat er beneden een plek is waar we kunnen healen of zo. Oké, blijven we nu hangen of zo? Zitten we... Oh, nee. Ik dacht even dat we vastzaten. De stad is zo diep mogelijk gebouwd, zodat er geen andere tyrants en zo zouden komen. Maar dat is dus precies wat er gebeurd is. Dus dat heeft ook lekker gewerkt, jongens. Lekker bezig. Nou, dan moeten we even wachten tot we een keertje beneden zijn. Oké, dan. Dat, ja. Wat, is die de ding aan het kapotmaken? Is die tyrant gewoon deze lift aan het slopen? Is dat een? Het is een soort van mix van Zeraora en Zekrom of zo. Yo, maar dit is toch een elektriciteitsnexomon? Dit is een draak! Nee! Finn, zeg maar waarom? Want draken gaan nooit ondergronds. Dit slaat nergens op. Wat gebeurt er? Nee, we moeten toch niet tegen deze draak, jongens. Oké, Finn. Doe jij even je ding. Oké, daar gingen er al twee naar beneden. Draak, wat ben je aan het doen? Waarom val je ons aan? Ga lekker op die Tyrant jagen in plaats van op ons. Oké, daar gaan Finn en de chick. We staan nog met z'n drieën boven, Ross, Coco en ik. En Ross die zegt, dit is jouw fout, Rikachu. Waarom is het mijn fout? Ik heb niks gedaan. Hij zegt, dit gebeurt alleen maar als jij er ook bent. Ja, maar daar kan ik toch niks aan doen? Ik ben ook maar gewoon een mens. Waarom krijg ik gelijk de schuld? Ze laat weer nergens op, hè? Kijk, Coco, die is er nog. Ik lig weer voor pampus hier beneden. Coco zegt, Rick, word wakker. Rick, je hebt drakenarmen. Oké, en toen waren we wakker. Oké, we moeten de anderen gaan zoeken. Dat is onze missie. De stad van Ignitia. Holy crap, dat is wel een vet monstertje. Oké, lapidapido. Waar gaan we naartoe, jongens? Hier naartoe, even hakken. Oh, daar staat iemand met een fles. Wat is dit? Een kolver. Een level 14 kolver. Ook die gaan we gewoon vangen. Let's do this. Tenminste, als het lukt. Ik moet niet te stoer doen. Ik hoop gewoon dat het lukt. Nee. Doe nou niet. Laat me je gewoon vangen. Je bent niet eens heel episch, maar ik wil gewoon alle Nexomon verzamelen. Kom op. Kom maar in het teampie. Juist. Nou ja, je komt niet in het teampie. Ik stuur je de computer in, maar je snapt wat ik bedoel. Hallo meneer, wie ben jij? Sinds die Tyrant Mulsimer hier is, is het ondraaglijk warm geworden. Ja, en Coco zegt, ja maar dude, je leeft ook in een vulkaan. Wat wil je? De volgende team we tegenkomen is Warp. En dat is een zeldzame spin. Ook wel interessant, een zeldzaam spinnetje. Maar hij is niet uber cool of zo, hè? Oh, dat had ik niet moeten zeggen. Nu wil hij niet meer in mijn team. Het is wel een zeldzame, dus die moeten we sowieso wel even vangen. Kom maar, jongen. Kom maar. Ja. Ik vind die meer leuk. Ik had meer Nexotraps mee moeten nemen. Straks heb ik geen Nexotraps meer. Kijk, ja, oké. Driemaal is wel scheepsrecht. Alleen, wie is er nu toffer? Is Warp toffer? Of is Monica toffer? Ik hou denk even op Monica nog. Hey, we hebben hier Mosquiti. Die zijn we wel eens eerder tegengekomen volgens mij. Ik ben demotivated om een of andere reden. Deze is trouwens ultra rare. Oh, dit is ook een starter Nexomon. En ik word gewoon keihard gesloopt, joh. Dit is ook wel interessant, hoor. Ja, als we een ultra rare Nexomon is je tegenkomen, jongens, dan moeten we die sowieso pakken. Oké. Kom maar. Ja. Ja. Maar moet die in het team?
Dat is de grote vraag. Ja, maar voor wie dan? Ik heb Monica echt nodig in deze grotten, denk ik. Nou, weet je wat? Misschien moet hij dan in plaats van onze Picky Pack. In plaats van Nakazuru komt hij in mijn teampie. Da, Musquity, oké. You better be good, Musquity. Ik wil trouwens wel heel graag nieuwe Synergy Cores. Die heb ik echt nodig. Hey, Stinger! Yo, man! Mijn oude homeboy! Stinger is wel vet. Die heb ik ook gevangen. Die vond ik heel cool, maar uiteindelijk had ik al zoveel vuur Nexomon in mijn team. En daarom hebben we Stinger toen niet meegenomen. Oké, hier 30 muntjes. Hier een Blazing Shard. Daar staat een Kissy. Wat zit hierin? Een mineraalwissel? Nee, ik wil Synergy Cores. Oké, een stenen shard. Moeten we even langs haar zien te komen, denk ik. Volgens mij, dit is niet de goede kant. We zijn niet de goede kant op gegaan. Maar waarom sta jij hier beneden om te battelen? Oh! Dit is de evolutie van Lume. Die is wel vet. Het is wel een aardig dikke kat geworden, maar hij is wel cool. Ja, die is wel vet hoor. Jemig. Dit is Tantrunt. Tantrunt ziet er ook wel bazig uit. Een boze beer, jongen. Oh, we missen allebei. Dat is ook top. Kom op, kom op, kom op, kom op. Fix het even, Vinok. Fix het. Oké. Die is ook down. Ik ben ook bijna down. Wow, Boltgran. Ik ga even de evolutie van Mara weer proberen. Dit is namelijk best wel een tijdje geleden. Oké, misschien toch Bullet Seed proberen. Dit gaat moeizaam. Ik had echt even een potion nodig. Ja, dit gaat moeizaam, jongens. Oh, ja, maar we hebben hem wel verslagen. Jeetje, dit was even een zware bevalling. Vinok gaat een level omhoog. Die is al level 20, hè? Die is nu gewoon sterker dan Bomber Groff. Vinok wil Smokescreen leren. Die hebben we natuurlijk ook in Pokémon. Alleen dan is het één woord en nu twee woorden. Dat hebben ze slim gedaan in verband met de rechten. Oké, deze guy hebben we verslagen. Oh nee, het was een girl, sorry. Yo, wat is dit voor grot dan? Wie zijn dit allemaal? Oké, wat is hier gaande? Wat is hier gaande? Oh, hè? Dit is een soort van Zubat Cave. Hey, joh. Ik wil hier nog niet zijn. Ik moet hier weg. Dit is nog te vroeg om hier te komen. Lekker gedaan trouwens, Monica. Oké, ik ben wel tevreden over Monica. Die gaat gelijk ook een leveltje omhoog. Level 16. Oh, en die gaat gelijk evolueren. Nice, Monica. Let's go, let's do this. Ik ben benieuwd waar jij in evolueert. Ik vind je best wel een mysterieuze. Oh, dit is wel cool. Monica evolueert in Monette. Moonet eigenlijk. En die heeft van die rocks, van die maanstenen zo naast haar zweven. Ik vind deze cool. Ja, ik ben blij dat hij in mijn team is. Maar ik weet niet of dit nou echt de juiste plek is voor mij om te zijn. Ik wil weg hier zo eigenlijk. Hier liggen superveel items wel. Maar ja, we kunnen zomaar lastig worden gevallen door een wilde Nexomon. Misschien moeten we toch gewoon hier zijn. Ik bedoel, we vinden hier echt wel superveel shards. Ik heb nog nooit iets gedaan met een shard trouwens. Moet ik even uitzoeken wat je daar nou mee kan. Want volgens mij kan je daar je Nexomon sterker mee maken. Oké, het valt wel mee. Ik word niet heel erg lastig gevallen. Hier word ik wel lastig gevallen weer. Kijk. Deze Moonette is een partijtje sterk aan het worden. Heel nice. Bam! Oeh, wat is dit? Een pep glum? Plepgum. Yo, Pleppy. Oeh, oké. Pak hem. Nice. Ligt hier nog wat? Ja, hier ligt ook nog wat. Een tandenshard. Hier liggen echt veel shards. Wow, man. Dit is echt een super grote plek. Als je shards wil verzamelen, dan moet je echt hier zijn. Je wordt hier wel een beetje gierig van, moet ik zeggen. Een beetje hebberig. Deze Cantley Nexomon is ook redelijk zeldzaam. Oké, dit gaat bijna fout. Bomber Groff, kom maar. Let's go. Pak hem. Oké, maak hem maar gewoon kapot. We kunnen de XP gebruiken. Lekker. Oh, ik ben zo hard op die shards aan het gaan hier. En ik heb zo het gevoel dat ik hiervoor afgestraft ga worden. Ja, maar Moonette, die is wel echt lekker bezig, zeg. Oh, kijk, hier kunnen we healen. Nice. Hey, kijk, we zijn hier toch niet voor niks, jongens. We hebben hier een kist. Een discount voucher. Hiermee wordt alles goedkoper wat je in de winkels vindt. Dus het is wel lekker dat we dit toch even gedaan hebben zo. Zal ik nu even proberen om deze Nexomon te vangen? Let's go. Een soort van Vibrava gevoel krijg ik hierbij bij deze Cantley. Kom. Ja. Dit is een normal type. Ik denk wel dat mijn Griffcar gewoon beter is. Dus deze gaat niet mee. Jeetje, man. Hier zijn zoveel shards. Dit is niet gezond meer, joh. Is dit een deur? Ja, wat is dit dan allemaal, joh? We hebben hier een speciale sleutel voor nodig om te openen. Ja, deze kan ik openmaken. Deze, ik heb hier een sleutel voor. Oh, nice. Kijk wat hier allemaal ligt. Oh, dit is zo goed dat we hier wel naartoe zijn geweest. Ultra Revive. Wat ligt er nog meer? 150 muntjes. Wat ligt hier nog meer? 200 muntjes. Nice. En... ja, er ligt nog meer. Nog 200 muntjes. En in deze geldzak nog meer munten waarschijnlijk.
2 wind Nexo traps, maar ook 2 kisten, jongens. Een Aegon companion. En wat zit hierin? Een tribute of Blaze. Nou, laten we maar eens kijken wat dat is. Een ancient elemental relic emitting a faint aura. Geen idee wat ik daarmee moet. Maar laten we even die draak meenemen die dan achter ons komt lopen. Yo, draakie. Yo, dit ziet er wel cool uit, man. Wat? Ja, dit voelt toch een beetje als Minecraft, jongens. We zijn hier gewoon even keihard aan het minen. Wow, wat is dit? Voodoo. Moet wel zeggen dat mijn Nexomon er allemaal een beetje moeite mee beginnen te krijgen. Come on, Grifkar. Oh, we hebben hem al kapot gemaakt, joh. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik wilde hem vangen. Oké, laten we even iedereen healen. Ah, nee, net niet. We moeten eerst nog tegen deze Deember. Die is wel leuk, trouwens. Is wel weer een leuke Nexo. Die ook bijna mijn bombengrof aan het kapot maken is, zo te zien. Oh. Oké, ik zat niet op te letten. Hij is blijkbaar dood. Hij was zeker burned of zo. Moonette gaat naar 17. Marasuma gaat ook naar 17. En dan gaan we nu keihard healen, want dit kunnen we echt heel hard gebruiken. Volgens mij moeten we nu gewoon weer terug naar beneden. Oké, jongens, we zijn weer uit de grot. We gaan weer terug naar onze quest. We moeten Ross zien te vinden. Hallo? Heeft iemand Ross gezien? Of Phoebe, of Chandler, of Monica, of... grote... big-ass tyrant. Dode tyrant, denk ik. Wat is dit? Sandillo. Is dat een verwijzing naar een armadillo? Hij is wel schattig. Laten we deze even proberen te vangen. Hij is leuk. Yay, we hebben hem. En hij zit in de storage. Ja, mijn team is al best wel aardig in balans. Ik moet wel hele vette Nexomon nu tegenkomen. Wil ik mijn Nexomon gaan vervangen? Want mijn Nexomon zijn gewoon awesome. Awesome en episch. Oké, ligt hier nog iets bijzonders? Ja, weer een kissie. Mag ik nu weer even zo'n goed item, P? We hebben een Loom Companion. Oh, ja! Ja, die wil ik. Kijk, Loom. Dan loopt Loom toch nog een beetje bij ons. Ja, superleuk. Kijk dan, Loom loopt en huppelt gewoon gezellig mee. Yes! Dat vind ik leuk. Veel beter dan zo'n grote draak. Oh, ik moet trouwens wel even opletten. Want mijn Vinok begint een beetje low te worden. Qua HP en stuff. Ik zet Grifgar wel even bovenaan. En dan hoop ik straks weer een steentje tegen te komen waarmee we kunnen healen. Ja, maar deze is ook weer cool. Wat lopen hier een vette Nexomon weer rond allemaal. Deze vind ik ook leuk. Ik vang gewoon echt letterlijk elke Nexomon die ik zie. Ik moet ze gewoon echt allemaal hebben. Wat vet. Ah, deze lukt alleen niet. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ja. Dit voelt alsof we een kant op gaan waar een boss battle is of zo. Nee! Is dat die tyrant? Wow, oké, die heeft er 2 uitgeschakeld daar. En er staat een of andere vuur badass guy staat eronder. Ross ligt daar ook. Daar ligt Ross. Hij zegt, ja, mensen van Nieuw Ignitia, luister naar jullie nieuwe koning. Ik heb jullie gered uit de banden van de guild. Ik heb betekenis gegeven aan jullie leven. Nu, dien mij, jullie kleine ratten. Nou, ik denk niet, jongen. Denk niet, vriend. Kan ik nog healen? Anders ga ik keihard kapot door Mulsimer. Koko zegt, nee, kijk daar. Daar ligt Ross. We moeten iets doen. Ja, ik wil wel iets doen, hoor. Ik wil op zich wel iets doen. Ik wil deze warpstone op zich wel aanraken. En kan ik ergens healen? Ik kan hier healen. Ja, heal mij. Ah, jongens, we gaan een epische battle tegemoet. We gaan deze guy verslaan. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je dat wil zien. En wil je mijn live zien gamen, volg hem op twitch.tv/rickettune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel.